Wie zijn de kandidaten van Wie is de Mol seizoen 2023? Aan de hand van hun foto's stellen we ze aan je voor. Modedeskundige en hoofdredacteur Anke de Jong is 35 jaar en heeft donkerbruin, golvend haar, bruine ogen en lichte sproetjes over haar hele gezicht. De 51-jarige Aniek Boer is actrice en cabaretière. Ze heeft bruin haar met blonde highlights, lichtblauwe ogen en draagt lange pareloorbellen. Daniel Verlaan is 33, heeft kort zwart haar met wat langere lokken aan de bovenkant, een snor met lichte baard en bruine ogen. Als onderzoeksjournalist maakt hij verhalen over hackers, cybercrime en het dark web. Vrouwtje de Bot is 50, heeft blond haar en grijsblauwe ogen en draagt twee oorbellen aan één oor. Ze presenteert al meer dan 20 jaar allerlei uiteenlopende programma's op televisie. De 38-jarige Nabil Ajlat Ayat is een acterende, beatboxende, pianospelende cabaretier. Hij heeft kort zwart haar, donkere ogen, volle wenkbrauwen en een gladgeschoren gezicht. Presentator Jurre Geluk van 30 heeft donkerblond haar, een lichte snor met stoppelbaard en groenbruine ogen. Drievoudig Olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo is 35, heeft golvend donkerbruin haar en donkere ogen. Presentator Sander de Kramer is 49, hij heeft bruin haar met het grijs aan de slapen, felblauwe ogen en een grijs stoppelbaardje. De 28-jarige Sarah Jané is zangeres en actrice. Ze draagt haar dunne zwarte vlechten met blonde uiteindes in een hoge paardenstaart en heeft donkere ogen. Acteur, zanger en presentator Soy Kroon is 27 jaar. Hij heeft donkerblonde krullen, bruine ogen en een licht baardje.